Maar eerst, het nieuws dat politieagent Mario is overleden is hard aangekomen. En niet alleen bij agenten en hulpverleners, ook buurtbewoners in de Haagse Schilderswijk leven enorm mee. Tijdens nieuwjaarsnacht werd de 36-jarige agent aangereden en lag sindsdien in coma. Afgelopen nacht overleed hij aan zijn verwondingen. Dag Maartje, dag vriend, dag Lepo, tot ooit. Vandaag nemen we afscheid met de hoogste eer die we als korps kennen. En ik heb de familie beloofd om dat niet in stilte te doen. Mag ik voor Mario, voor Bureau de Heemstraat en voor zijn wijk een geweldig applaus.